Mijn naam is Karen Seder, ik ben leerkracht huishoudkunde op deze school. Ik doe daarnaast ook nog stagecoördinatie voor derde graad BSO. De richting organisatiehulp en of organisatieassistent is eigenlijk bedoeld om later als logistieke in de zorgsector te gaan werken. Dat kan een rusthuis zijn, een kinderdagverblijf, een ziekenhuis. Eigenlijk zijn er heel veel opties. Dus de bedoeling op school is eigenlijk dat wij de leerlingen klaarstomen om al die technieken die nodig zijn in een ziekenhuis of een rusthuis of dergelijke, dat je die kent. In het vijfde word je eigenlijk heel hard geholpen. Naarmate dat je naar het zevende gaat, is de bedoeling dat je zoveel mogelijk alleen kan plannen, uitvoeren en dan het werk alleen kan doen. Wij proberen eigenlijk in die richting, en zeker naarmate het zevende, zoveel mogelijk met projecten te werken, zodat dat niet saai een vak is van nu gaan we een uur dit doen en een uur dat, maar dat eigenlijk alles aan bod komt. We doen dat onder andere door met de tweedejaars mee op GWP te gaan. Daar gaan ze dan koken, de kamers en de douches poetsen, spelletjes ineens steken, animatie, eigenlijk een beetje van alles. Dus wat de stages betreft voor OH en OA, we starten eigenlijk in het vijfde of het zesde, vanaf wanneer je instapt, met eigenlijk de klassieke plaatsen zoals is logistiek in een woonzorgcentrum, logistiek in een kinderdagverblijf of in het ziekenhuis als onderhoudsdienst. En dan gaan we, naarmate het zevende, gaan we veel meer specifieke plaatsen hebben. En dan kan je eigenlijk zelf ook aangeven van ik wil heel graag dat doen, daar liggen mijn interesses. En we proberen nu dan in het zevende eigenlijk plaatsen te geven waar jij dan denkt van oké, dit is misschien wel wat ik later wil doen. Om in te stappen in 5 of 6 OH is er geen specifieke vooropleiding vereist. Als je in 7 OH wil instappen, dan is het wel de bedoeling dat je een richting daarvoor hebt gedaan in personenzorg of dat je mits een toelatingsklasseraad wordt toegelaten.